Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar toeval die je nooit gaat geloven. Zoals deze regenboog, namelijk aan het eind van deze regenboog. En dit ga je niet geloven, dit is zo'n toeval. Aan het eind van deze regenboog is er gewoon een bank. Letterlijk een bank om je geld op te zetten. En het sprookjesverhaal is dat aan het eind van een regenboog altijd een goudpot is. En heel toevallig is dus aan het eind van deze regenboog een bank. Gewoon letterlijk een bank. En ja, daar ligt goud. Dames en heren, dit is zo toevallig. Je gaat het gewoon niet geloven. Laten we gelijk doorgaan. Namelijk, dit zijn twee hondjes die elkaar zijn tegengekomen. En zoals je kan zien, het ene hondje heeft alleen de linkeroog. En het andere hondje heeft alleen de rechteroog. Wat is de kans en wat is de toevalligheid dat die twee hondjes elkaar dan tegenkomen? Even serieus. Ik heb überhaupt nog nooit een hondje gezien met één oog. Laat staan dat deze twee hondjes elkaar tegenkomen. Oké, voordat we verder gaan met deze video. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat zeker. We groeiden de laatste tijd heel hard. Alleen gaat het nu weer iets minder snel. Dus als jullie willen abonneren, dan kunnen we misschien dit jaar nog de 450.000 abonnees halen. Geef zeker geen duimpje omhoog doen als je dit vaker wilt zien. This is not a coincidence. This is not a coincidence. Oftewel, dit is geen toeval. Dit is geen toeval. Dit is geen toeval. Als je goed kijkt, zie je dat op elke krant staan. Letterlijk de zin, dit is geen toeval. Kan je de hele tijd zien. En dat vind ik best wel toevallig. Peekaboo, I see you. Ja, ja, dat staat er. Kijk maar eens naar de kentekens van deze twee auto's. Dit zijn dus twee auto's die naast elkaar staan. En de ene is Peekaboo en de andere is I see you. Wat is de kans dat dat gebeurt? Oftewel, op zijn Nederlands zou dit zijn Kikaboo, ik zie je. Dat is echt gewoon de kans dat dat gebeurt. Überhaupt dat je dat al op een kenteken hebt, is al best wel ja, een kleine kans. En dat die twee auto's dan ook nog eens naast elkaar staan. What the fuck. Bro, je zou maar even een chocolaatje willen pakken. En dit gebeurt. Dit gebeurt. Gewoon dit. De verpakking is letterlijk gemaakt op de plek waar hij staat. Letterlijk de foto is gemaakt van de plek waar hij staat. Dat is toch what the fuck. Hij zorgt gewoon dat het plaatje compleet is met de verpakking van zijn chocolade. Bro, wat is de... Dat is zo'n toeval. Dat is echt... Zo'n toeval, what the hell. Oké, we gaan door. Deze gozer die kwam naar de dokter toe en die zag opeens zo'n poster hangen. En ik weet niet of je wat opvalt, maar deze gast lijkt echt precies op die man op de poster. Zelfs de trui die hij aan heeft is hetzelfde. Het kapsel, alles klopt gewoon. Ik weet niet wat er aan de hand is op dat postertje. Het lijkt iets met zijn darmen of zijn maag of zo, maar ik denk dat hij die even moet checken. Stel je voor, hij heeft nu ook nog eens iets aan zijn maag. Nou, dan is de toeval wel heel hoog. En voordat wij doorgaan met deze video, wil ik jullie nog om een gunst vragen. Namelijk, ik heb ooit een nummer uitgebracht. Een rap nummer. Super cool. Nee, maar oprecht. Dit is hem. Kijk eens aan. Bylar. Door mij. Ja, Mick. Dus als je dit even wil opzoeken op Spotify of op YouTube, dan kan je mijn nummer luisteren als je dat nog nooit hebt gedaan. Nummer heet Bylar. Dat spel je zo. Het staat hier heel groot. Kijk. Zo spel je het. En ja, het staat onder mijn naam, Mick. Dus stik het even in op YouTube als je mijn eigen nummer wil horen. Mick Bylar. Ik zal ook een link in de beschrijving stoppen. Denk ik promote het nog een keer, want ik heb heel veel nieuwe kijkers erbij. Dus er is een kans dat je mijn nummer nog nooit gehoord hebt. En trouwens, dankjewel Patrick voor deze. Dankjewel. Oké, we gaan gelijk door naar het volgende toevallige moment. Namelijk dit moment. Ja, dit is heel toevallig. Zijn telefoonhoesje past precies op de tafel. Letterlijk de strepen van het hout. Alles klopt. Het lijkt letterlijk alsof zijn telefoonhoesje uit die tafel gesneden is. Dit is zo'n toeval, what the fuck. Oké, we zien hier twee auto's geparkeerd. En als je goed kijkt, dan kan je zien dat deze auto's, ja, dezelfde kleur hebben. Alleen bij de ene auto is de voorkant rood. En bij die andere auto is de achterkant grijs. En bij die andere auto is de achterkant rood. Letterlijk, ze hebben gewoon elkaars kleuren, maar dan net andersom. Dat is toch toevallig? Wat een mooie insect. Maar ja, naast dat het een hele mooie insect is, heeft het letterlijk dezelfde kleuren als deze gast zijn zwembroek. De strepen, alles. Gewoon, het klopt helemaal. Ik heb nog nooit zo'n mooie insect. Het heet op zijn Engels een dragonfly. Ik weet even niet meer het Nederlandse woord. Libel. Maar wat is de kans dat deze insect op je arm komt zitten en dat hij dan precies dezelfde kleuren heeft als je zwembroek? Nou, die kans is heel klein. Oké, je ziet hier een doodnormale foto van een olifant en vier mensen. Maar als je heel goed kijkt en goed oplet, dan kan je zien dat dat water precies in de vorm is van een olifant. Letterlijk precies in de vorm van een olifant. Nou ja, de olifant zijn gezicht. Je ziet namelijk een slurf. Ik kan het erin zien. Ik zie letterlijk in dat water een olifant. En ja, daar links staat ook een olifant. Dus ja, dat is wel heel
heel toevallig. Oké. Het lijkt dus zo dat deze hond in een bubbel zit. Maar wat het eigenlijk is, hij springt achter de bubbel, waardoor het een soort van optische illusie komt dat het lijkt alsof hij in de bubbel is. Maar deze foto is wel heel perfect genomen. En ja, dat maakt het natuurlijk ook heel toevallig. Want dit is gewoon heel toevallig dat deze foto zo perfect genomen is. Kijk dan, deze vogel die gaat gewoon super snel. Nee, wat hier dus gebeurt, je ziet hier eigenlijk 9 vliegtuigen. Maar één vliegtuig, daar vliegt zeg maar een vogel voor. En daardoor lijkt het letterlijk alsof zeg maar deze vogel net zo snel gaat als deze vliegtuig. Alsof die lekker aan het meevliegen is. Maar ja, dit is gewoon een perfect getimede foto. Heel toevallig eigenlijk. Kijk dit dan, dames en heren. We zien hier de Olympische Spelen. En de maan is zo perfect achter deze ringen van de Olympische Spelen. Dat het een soort van de 6e ring is van de Olympische Spelen. Ik vind het heel erg ziek. Oké, je hebt toeval, maar dit is next level. Dit is echt nieuw niveau. What the fuck? Je zou maar over de weg rijden. Dit kan... Wow, bro. Deze berg is gewoon perfect. Ja, wat? Ik kan het niet eens uitleggen. Dit is gewoon zo ziek. Bro, zelfs die boom bijna. Zelfs die boom rechts van hem. Die is bijna perfect met de boom in het echt. Maar die berg, die is echt perfect, zeg maar. Ja... Ja, ik vind het zo ziek. Ik kan het haast niet geloven. Oké, deze gozer die zat in een bus en die zag opeens 3 personen achter hem zitten. Die precies op elkaar lijken. En ook alle 3 precies aan het slapen zijn. Het lijkt letterlijk alsof er 3 keer dezelfde persoon achter hem zit. En toevallig zijn ze ook nog allemaal aan het slapen. What the fuck? Kijk dit dan. Dit is... deze drinkbeker die camoufleert gewoon wel heel erg goed in haar trui. Dit is gewoon perfect gecamoufleerd. Zeg maar, de zwarte streep zit ook echt perfect met de zwarte streep van de trui. Je zou bijna zeggen dat er geen drinkbeker ligt eigenlijk. Als die groene dop er niet op zat, dan kon je de drinkbeker niet eens zien. Thank you for driving carefully. Oftewel, bedankt voor het netjes rijden. Nou, ik denk dat deze persoon niet heel netjes heeft gereden. Hij is namelijk keihard gecrashed, maar dan is het toch wel heel toevallig dat dat bord zo perfect voor die auto ligt. Thank you for driving carefully. Eigenlijk is dit meer lullig, maar ook heel erg toevallig. Maar het is ook heel erg lullig. Oké, we gaan dus naar dit filmpje toe. En we zien hier een kat die vastzit in de muur. Stel je voor, je bent je kat kwijt. En die kat zit dan opeens vast in de muur. Hoe komt die kat daar überhaupt? En hoe heb je die kat überhaupt gevonden? Dat vraag ik me ook af. Hoor je dan opeens, zeg maar, miauw van je muur afkomen? In ieder geval, hij gaat deze kat nu bevrijden. Dus dat is wel cute om te zien. Hij snijdt, zeg maar, een stuk uit de muur. Waardoor de kat er gewoon uit kan. Maar ik vraag me gewoon oprecht af, hoe is die kat daar überhaupt gekomen? En het is ook best wel heel toevallig als je die kat opeens hebt gevonden. Want wie zoekt er nou in een muur? Ik heb nog nooit in een muur gezocht. Maar ja, zoals je kan zien, het katje komt er gewoon veilig uit. Dus dat is mooi. Dat is geweldig. En dat is zo fantastisch dat ik het hiermee wil eindigen. Want soms moet je gewoon het op het beste moment eindigen. Snap je? Je moet gewoon op je hoogtepunt stoppen. En daar stoppen we ook deze video op. Want dit katje is zo cute. Dus heb je er genoten van deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En weet je wat ook heel toevallig is? Dat mijn batterij nu op is. Dus jullie zien mij niet meer. Nou, bedankt voor het kijken. Doei. Dit is echt te toevallig. Mijn batterij gaat precies leeg op het moment dat ik klaar ben met de video.